Dat klopt. Ze hebben 4 januari 2022 niet ontvangen. Maar ik heb begrepen dat er, althans gisteren heb ik een bericht gehad, dat er wat liggende tunnel is, dat het wel in orde komt. Mogelijk deze week nog. Het zijn vrijwilligers die vergoed werden voor hun diensten. En over welke periode gaat de betaling, vanaf januari tot? Tot en met eind maart. En om hoeveel mensen gaat het die moeten ontvangen? Dat gaat ongeveer rond 30 stuk zo. En is het alleen van de mensen die werken op post-BOG aan de Rode Kruislaan? Dus post-BOG is mijn verantwoordelijkheid, mijn swapstation. Dus over hun weet ik, van de rest weet ik niet. En er is wat licht in de tunnel. Zegt u, wanneer denkt u dat de mensen dat kunnen verwachten op hun rekening? So, ik had begrepen van een berichtje die een vertegenwoordiger van de mensen die had geholpen, heeft een bericht gehad dat mogelijk deze week, zo niet volgende week. En het dienstverband met deze mensen is opgezegd. Begreep ik dat goed? Ja, dus dat COVID dus veel minder is. Het is niet, nou we zeggen veel minder gevaarlijker is. En het is, je kan niet oneindig doorgaan met de intensiteit waarmee we bezig waren. Dus dat, daarvan was men wel op de hoogte dat na een bepaalde tijd men gaat afbouwen. En het gewoon richting surveillance gaat en niet zo intensief meer. Want een tijdje terug, toen hadden we ook al een gesprek over dit onderwerp. En toen zou de mogelijkheid bekeken worden om een contract aan te bieden aan sommige van de mensen. Is er daar nog sprake van? Dus daar, ik heb nog geen bericht daarover gehad. Als dat nog van de grond komt, of hoe ver ze zijn daarmee, dus dat weet ik niet. Maar uit de groep van 30 vrijwilligers, is er sprake van dat iedereen een contract zou krijgen of een deel daarvan? Nee, een deel. Ik denk rond, wat ik had voorgesteld was 14 tot 15 man beschikbaar hebben om dus in shiften te kunnen werken. Om als het ware dus die surveillance in stand te houden.